Welkom bij de Kinderkunstweek 2013 in het thema van licht. Wat is de Kinderkunstweek? De Kinderkunstweek is een jaarlijks terugkerende week waar we kinderen in aanraking brengen met alle vormen van moderne en hedendaagse kunst. Dat doen we vanuit de scholen, maar zeker in combinatie met musea, galeries en bibliotheken. En ons enige doel is kinderen enthousiast maken en inspireren met kunst. Wat maakt de Kinderkunstweek zo uniek? Nou, het leuke is dat kinderen in hun eigen buurt op een heel andere manier gaan kijken. Zo was er een jongetje die zei: hé meneer, ik heb ontdekt dat er een kunstwerk vlakbij mij in de buurt van de school is. En dat is een heel grappig kunstwerk. En ik herinner me ook een meisje en die zei: ik wist niet dat een galerie een winkel is waar je kunst kunt kopen. En dat je daar geen kaartje voor hoeft te kopen. En zei ze ook nog: en ik heb een kunstwerk gekocht. En dat vind ik zo bijzonder. Ik ben nu al kunstverzamelaar. Dat is het unieke. Wat gaan we doen tijdens de Kinderkunstweek? Hoe werkt het? Nou, je begint de Kinderkunstweek in ieder geval met de Kinderkunstbon. En daarmee ga je stickers verzamelen. 2 onderschooltijd, schooltijdstickers. En 2 in je vrije tijd. Kijk, met je school kun je werken over een kunstenaar, kunst gaan bekijken. Misschien zelfs op bezoek. En dan krijg je een sticker. Kijk, ik heb hier al een schooltijdsticker. Ik heb nog 1 plekje over. Je moet dus 2 schooltijdstickers hebben, 2 vrije tijdstickers. En dan kun je op school na de Kinderkunstweek je bon inleveren. En als je wilt, kun je voor €10 een echt kunstwerk kopen. Een echte Paula Menno de Nooijer. Waarom doen jullie mee als school aan de Kinderkunstweek? Nou, omdat we het eigenlijk op school heel belangrijk vinden dat kinderen niet alleen maar rekenen en schrijven en taal doen. Maar dat ze ook met andere dingen in aanraking komen. En dat is onder andere kunst. Ze mogen hun creativiteit kunnen ze erin stoppen. En je ziet dat kinderen die vaak met rekenen en taal iets minder hebben. Dat ze juist heel veel in creativiteit hun energie kunnen stoppen. En daar ook heel veel zelfvertrouwen van krijgen. Hoe vind je het om met de Kinderkunstweek mee te doen? Ja, heel spannend en leuk. Kinderkunstweek vind ik ook wel heel leuk, want dan kan je ook meer knutselen en zo. We zitten een man te schilderen in een zwart-wit foto. We hebben onszelf gewoon, ons hoofd gewoon op de printer gelegd. Hoe vond je gisteren de opening van de Kinderkunstweek? Ik vond hem heel mooi en heel leuk. En het is ook best leuk om alles met licht te zien. Ja, die vond ik nog best wel leuk. En in het begin, ik dacht dat het eerst mensen waren, dat die handen gewoon uit de buik kwamen. Was best wel eng, hè? Ja, heel erg. Jullie mogen sparen voor een kunstwerk. Hebben jullie die al gezien? Op het digibord. En ik vond het wel heel mooi. En weet je al welke je gaat kiezen? Ik ga niet met het meisje en ook niet met het jongetje, maar dat andere kunstwerk. Ik wil als ik zaterdag naar de stad ga, dan neem ik mijn Kinderkunstbon mee. En dan ga ik ook heel veel naar kunst kijken. Tom, we staan hier in je galerie, Galerie van de Bergen. Waarom doe je mee aan de Kinderkunstweek? Omdat het erg voor de hand lag om mee te doen als het thema licht is. En dat je op dat moment toevallig een tentoonstelling hebt met Jan van Münster. Specifiek een tentoonstelling over 40 jaar lichtwerken. Hoe vond je het in de galerie? Leuk. En ik vond het licht ook wel heel mooi. En de vormen. Wat vond je het allermooiste werk wat je hier hebt gezien? Ik vond die W van warmte, die gloeidraad, vond ik echt heel erg mooi. Toen je daar stond was het echt heel erg warm. En ik vond die kleuren en die doosjes, die vond ik ook wel leuk. Nu gaan zij hard sparen voor de stickers. Gaat u ze daarbij helpen? Ja, zeker. Dan gaan we naar de drukkerij nog om de sticker om. Dus dat help ik wel mee. Jij hebt al
andere sticker verdient. Ik ben vanmorgen naar Galerie T geweest. Daar krijg ik volgende week ook een sticker van. En we maken op school nog een kunstwerk. Daar krijg ik ook nog een sticker van. En dan van hier ook nog een sticker. Dan hoef ik eigenlijk nog maar één. Nou, het thema was natuurlijk licht. En dan hebben we geprobeerd om in de kunstwerken, zowel als in de performance, om zoveel mogelijk verschillende vormen van licht te laten zien. Je hebt de allereerste gekregen. Wat vind je ervan? Best leuk. Heb je al een mooi plekje ervoor bedacht? Ja, op mijn radio. Waarom vind je het belangrijk om als kunstenaar mee te doen aan de Kinderkunstweek? Het is speciaal bedoeld voor kinderen op de basisschool. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat je vanaf die leeftijd al geconfronteerd wordt met kunst. Ik ging voor het eerst in de vierde van de lagere school met de juf mee naar het Van Abbe Museum. En dat heeft zo'n indruk gemaakt dat ik nu ben die ik ben. Als je dan ziet zo'n kinderkunstweek, denk je dat dat voor enkele ook zo'n ervaring zou kunnen zijn? Ja, ik denk zelfs meer, want dit was met die school was een incident. En hier op een aantal scholen nu blijkt het geen incident te zijn. Het is niet alleen de openingsperformance of een verhaaltje, maar die zijn een hele week of zelfs 10 dagen bezig, heel intensief bezig. En waar we hier zijn, die school hangt helemaal vol. Dus je wordt ook die kinderen, ook al loop je eraan voorbij, dan nog vanuit je ooghoeken zie je beelden aan je voorbij trekken. Nou, dat is schitterend. Dat kan niet anders dan invloed hebben op de rest van je leven. 10 dagen in het teken van kunst, dat is de Kinderkunstweek. 60 scholen, honderden kinderen, hun ouders, grootouders en de leerkrachten zijn bezig geweest met kunst. Ze zijn het gaan bekijken in galerieën, ateliers en musea en ze hebben de kunstenaars ontvangen in de klas. Dit kan alleen maar groot succes als iedereen zich daarvoor inzet. En dat heeft iedereen ook gedaan. Super. Daarmee verlagen we de drempels naar beeldende kunst toe, van de galerieën en de musea. Kortom, volgend jaar weer een Kinderkunstweek. Kinderkunstweek!